Jawel! Hey, met z'n allen! Moet je kaal? Ja! Zullen we dat doen? Ja, zullen we mijn kaal scheren? Want hoe kan je zeg maar een deel van de haar eraf halen? Ja, ik wil even voorhoofdfoto's. Gnotchi. Daar stond opeens een wolf weer voor hem. Dag herdersjongen, zei de wolf. Dag wolf, zei de herdersjongen. Geef mij die lekkere boterhammen, zei de wolf. Die krijg je niet, zei de herdersjongen. Goed, zei de wolf. Dan eet ik het veulen met de afhang. Nee! Ja, het is echt heel zielig. En op hetzelfde ogenblik zei hij, hap! En het veulen met de afhang te staart verdween, met huid en haar door zijn keel. We gaan nu Joelle ophalen. Het is... Wacht, ik ga het laten zien. 1:14. Hey. Het is eigenlijk nog te vroeg om haar te halen. En het is niet 1:14, maar 1:40. Ja, dit is echte vrienden. Hey. Jij bent echt een vriend om op te bouwen. Ik ken de tekst heel slecht. Alles wat je doet of wat je zegt, dat is oprecht. Dat is om van te houden. Aan jou ben ik gehecht, want echte vrienden, die heb je niet voor even, die zijn er als het nodig is, al gaat het mis, je voelt je nooit alleen, want hij was smoor verliefd op haar, en had nog nooit zoiets gedaan. Als hij zou terug zijn met een nieuwtje, moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was smoor verliefd op haar. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits en Frans. Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits en. Stop maar weer. Nu ben ik weer alleen. Oh, sorry. Ja, ik ga echt helemaal viben. Ik heb ook geld. Sorry, dat wou ik even flexen. Hey, hoi. Waarom jat jij mijn content? Ook een Happy Meal. Mag ik ook nog een? Ja, hallo, ik vlog jou ook. We vloggen elkaar. Oké. Wat zijn we aan het doen? Elkaar aan het vloggen. Iedereen zijn hoofd filmen, maar even jouw hoofd ook. Lekker. Oh, heel fijn. Ze spreekt een beetje Frans, Duits. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Ze, Frans. Duits. Oh, nu komt mijn favoriete nummer. Zijn het die twee? Dans met jou van Mathieu. Wat heb jij? Ik ga vanavond weer de stad in. Oeh, dit ken ik niet. Wat is dit? In de hoop dat jij er ook zal zijn. Wie is dit? Wat een kinderlied is dit? Hoe vind je te laat? Ja, is dit kinderen voor kinderen? Wat wil je? Universal Festival. Oh, ja. Voorbij. Ik heb een week hierop gewacht, je zit nog steeds in mijn gedachten. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Every day is spinning round and round. Je laat me zweven als een astronaut. Let's dance with something together, it's only getting better. Lijkt me leuk als een politiebord. I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Just to be the man who walks 1000 feet to fall down at your door. Jawel! Hey, hi! Duik lekker tussen ons in. Dit is hier heel goed. Dit is zo lekker. Hey. Oh, dankjewel. Die is ook nog voor jou. Oei. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom in Deventer, een van de meest toffe steden in Nederland. Deventer. Deventer. Ja? Zullen we eens even bellen? Nee. Oh, zullen we een prank call doen en zeggen dat we Domino Pizza zijn? Dat vind ik leuk. Nee, dat vind ik niet leuk. Oh, sorry. Deventer is een gemeente in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Overijssel. Met
101.440 inwoners is Deventer in Nederland de jongste gemeente die het inwoneraantal van 100.000 heeft overschreden. Deventer is misschien wel de leukste en gezelligste stad van het oosten van Nederland. Bewaard is gebleven. Lijp man. Nee, absoluut niet. Het wordt echt heel erg moe. Joelle op een schaal van 1 tot 10. Hoe erg wacht, hoe ben jij nou mijn content weer aan het stelen? Ja, min 1. Oh, dat is er net van. Min 1, dus je vindt het juist heel leuk. Ja. Oh, oké. Ik zit van jullie kant op vloer, ik ben het deel. Goed, Sarah. Echt heel schattig. Zijn. Dan eet ik jou op. Zo! Op het ogenblik zei hij, hap! En de hele herdersjongen verdween met huid en haar en met boterhammen en al door zijn keelgat. Nee, ja. Dit vind ik tevreden. Dit wordt 13 plus. Een soort kanibal. Ja. Hey, met z'n allen. Hey. Ben van toch. Vertel eens, wat grijpt jouw aandacht? Mijn emoties zijn bijna niet te bevatten hier in deze prachtige heuvel. Met je bitches, kom. Wat? Wow. Misschien wel van 15:15. Hé, hey, arme Frodo, hoeveel mensen gaan het zien? Drie. Ligt even aan of we een hele goede clickbait kunnen vinden. Kan jij iets in de fik steken of zoiets? Ja. Ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij nooit hebt gezegd. Blauwe dag. Als het dondert. Laat me nu lopen door, denk je. Ben je aan het lezen? Ja, goed voor je letterkunde. Ja, maar je bent met ons. Ik wil even weten. Ja, geletterdheid. Je bent met ons en je bent aan het lezen. Ik wil even weten of het boek wat ik heb gekocht ook leuk is. Wat ga je anders doen? Hem terugbrengen? Een soort van. Moet je kaal? Ja. Ja, zullen we dat doen? Ja, zullen we mij kaal scheren? Naar de barber. En jij gaat jouw haar toch nog mag dat niet? Oh, je bek. Zo. Joelle. Wat hebben wij gemaakt? Kersensoep, ja, de enige echte. Kijk dan. Wow, ziet dat er niet heel lekker uit? Dat is geweldig. Maar met wie heb jij eerst kersensoep gemaakt, arme Frodo? Wat? Hoe ben jij met kersensoep in aanraking gekomen? Hongarije. Mijn ouders hebben daar familie. Zijn jullie nou de Harme Frodo? Ik ben de Harme Frodo, dus ik moet wel even... Oh, wat goed! Oh, het is Judith's eten! Net zo roze. Wil je vertellen wat je gaat eten? Ik ga eten kersensoep mee bij Harmen. Ik ga nu in de taste test blijven filmen. Oh, dat vind ik heel eng. Oké. Straks vind ik het echt vies of zo. Puke op de vlog. Nee, dat is echt lekker. Ja. Ik meen het, ja, het is echt heel lekker. We zitten met de tweede ronde. Ik heb die hoofd zo naar voren. Gnotchie. Wat doe jij? Ja, ik wil je voorhoofdfoto's. Gnotchie. Hallo, we zitten in de funfie. Dag meneer. Ik kom. Want hier toch weer. Judith, waar gaan we heen? Nee, ik ga even letten op de weg. Wat vind je daarvan? Oh, nee, eigenlijk goed. Eigenlijk goed. Iemand dat doet, hè? Ja, maar ik vind dat gewoon niet typisch iets voor jou. Nee, want ik rij in een auto. Dan moet Joelle maar even vertellen waar we heen gaan. We gaan naar de kermis. Naar de kermis? Op zondag? Ja, dat doen we met de kringel. Oh, mag ik in het reuzenrad? Hallo, wij zijn hier met de influencers. De influencers, kom, Judith, ja. Judith, ja? En Harme Frodo Official. Harme Frodo Official, kom eens hier. Ik weet niet of ik dat durf. Kom naar de tunnel. Ik heb Joelle mee naar de tunnel. Ga in de tunnel. Ik kan beginnen, jongens. Oh. Oh. Joelle, kom mee naar de tunnel. Oh. Nou kom, dan gaan we wel door. En nu terug. We moeten terug. Oh nee, ik ga niet meer terug naar hem. Vreselijk. We gaan gewoon lekker achter hem aan. Hij welkom bij avontuur. Ga dansen! Nee, zo zie dat weer. Het gaat zo soepel. Harme, hoe ben je er nu onder? Hoe voel je erbij? Zes. Zijn we nou haal je met je mannen aan het kijken? Ja? Je moet wel gewoon brood uithouden. What are you guys talking about? You could not less than 2 minutes.
kids, she was right. He says a rubber band. Dit moet een thumbnail worden. Ja, moet je hem iets hoger houden, want dan heb je niet die... Maar je moet eigenlijk een foto maken, toch, bij de thumbnail? Ja, maar die screenshot ik altijd uit de vlog. Dan is het het meest echt. En nu doe ik het opeens echt. Wow, Harme Frodo. Wow. We zijn op de eerste stop. Dit is de stop van deze dag. 4 uur rijden, dus dat is... Van hergebruik van content voor de volgende vlog. Dit is het einde van de vlog. Zeg doei. Doei doei. Load up on guns and bring your friends. Daar stond opeens een wolf weer voor hem. Dag herdersjongen, zei de wolf. Dag wolf, zei de herdersjongen. She's overboard. Geef mij die lekkere boterhammen, zei de wolf. Die krijg je niet, zei de herdersjongen. Goed, zei de wolf. Dan eet ik het veulen met de afhang. Nee! Ja, het is echt heel zielig. En op hetzelfde ogenblik zei hij, hap, en het veulen met de afgehakte staart verdween, met huid en haar door zijn keelgat.